In de stilte levende woorden. Dat is het thema van de vijfde editie van het Poetry and Beyond event. Dit weekend wordt georganiseerd in Tori Osso. Het thema duidt op de oplossingen die men kan vinden in stiltes of juist hoe om te gaan met de struggles die de stilte met zich meebrengt. Het publiek krijgt de kans nieuw en jong talent te ervaren dat hun verhaal via diverse kunstvormen zal delen. Rode draad op de avond blijft woordkunst en met name spoken word die een dialoog aangaat met beeldende kunst, muziek, storytelling en meer. Sulilee Blinker, oprichter van de stichting Platform Support Suriname, de organisatie achter de activiteit, zegt dat de economische crisis creativiteit niet stuit. Het is een economische crisis, dat noemen we het. Ik noem het ruis. En als er ruis is, moet je in de stilte zijn. Je moet soms niet meegaan met de hele tyfoon van klagen en negativiteit. Ik vind juist dat je in de derde positie moet staan en moet kijken wat je vanuit jezelf kan creëren en wat je vanuit jezelf kan doen. En dat is creativiteit. Creativiteit is niet alleen kunst en leuk doen, maar creativiteit is oplossingen zoeken. Vandaar in de stilte leven de woorden. Want in de stilte zijn de oplossingen. Is het de eerste activiteit voor dit jaar? Ja, we hadden de vorige, dat was in december, was dat, ook in Tori Osso. En dit is de eerste spoken word event, Poetry and Beyond, in Tori Osso. We willen voor dit jaar meer van deze activiteiten houden, zegt Blinker verder. Behalve evenementen draagt de organisatie ook bij aan de begeleiding van spoken word en poetry artiesten, geeft zij aan. Waarom ik dat doe is omdat ik podiumkunst eigenlijk hoger wil tillen. En om dat te doen moet je je talenten begeleiden, je moet je talenten voeden. Dus vandaar dat ik voed. En wat je dan 29 april ziet, dat is eigenlijk de voeding. Dus eigenlijk je supporting the talent of Suriname. In het algemeen, het is 90% van mensen vinden het moeilijk voor public speaking, om voor mensen te staan. Dus dat is een algemeen probleem. Wat we doen is, waarom we dit ook doen is, om mensen eigenlijk te inspireren en te motiveren. En te zeggen van, hey, je kan het ook. En we doen het mondjesmaat. En we zien ook dat er een poetry movement is. Er wordt spoken word heel veel geprogrammeerd. En ik merk ook dat er veel mensen zich aanmelden om uiteindelijk te gaan voordragen. En ik moet ook zeggen, het is niet alleen voor voordracht, maar er zijn ook ghostwriters, schrijvers en uiteindelijk kan je misschien filmwriter worden. Sulilee Blinker, oprichter van de stichting Platform Suriname, Support Suriname. In de stilte, levende woorden. Dat is het thema van de vijfde editie van het Poetry and Beyond evenement dat dit weekend wordt gehouden in Tori Osso.